Dit beeld, zo we dit hier net op de slagte diek. Ik ken wij verkeerpje te meer in We hebben, nadat we de kaart kaartverkeerpje dat binnen in september, in november nog een keer besloten om twee keer iendaagse kaarten te verkeerpje. Daar hebben er nog wij 2000 van verkocht en dat is te min. En, en wij matten nou, als we echt vierder willen, een maatweg vol gas vierder. Dat betekent dat we meestal kunnen uh, contracteren, matten. Uh, dat we materiaal verslezen, moeten. Nou, Dat risico kunnen we net nemen bij een gewone slag te vliegen de 15.000 kaarten de doorhaastut dat het nou net oorslag, hinde ze net versioen. ik vind dat dat een kwestie van onderschatting is ik denk dat een prijs, een twaadaagse... Euh, ja ik denk dat dat optelt bij mijn koor euh, ja zit maar mij de oorzaak best had dat dit uh, dat die kaartenkeepsers niet invalt. Tegen weekend is de officiële opening van Liaut Friesland 2018. Dit 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 minnenijskoer haast net op een minder die komen. Ja, dat, dat ben we heel bewust bewust. Um, dus we hadden dat alweer gemaakt, misschien uw uh, uh, behoefte om, en uw verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk Dulekiet te gaan, om mensen die op duidelijkheid zitten te wachten in uh, de Nijdertiet, uh, die, die het echt gek was om bij die Maidieling te komen. Gondwarpen die Maidienen, sluiten haar nu aan bij oren al rinde projecten van Liaud Friesland-Waathoesnachtje. Die was onder de toer. De organisatie zelfs weet net of ze dit hier nog wat oors organiseren willen. Ja, het eerste wat we doen, is uw focusrechtje op 2020. En Daar hebben we de datum ik al van versteld, die zal plakvinden op 3 juni 2020. En dat wordt een slachtoffermarathon. Zaten we die kennen, zaten we die altijd organiseren. Uh, en daar hebben we mij bekonde heel veel nog om die op te pakken. Alle mensen die het al een kaart hier krijgen, heelt dus van eind februari weer. De organisatie van Lioud-Friesland 2018 zei in een reactie het spietig te vinden, maar stelt dat er nog genoeg leuke projecten binnen.